De Hollandse polder op zijn mooist, met witte wolken en een weidsuitzicht. Maar wat je normaal nooit ziet zijn de voetbalvelden die erop geschilderd zijn. Vol voetballers. Ervaren spelers, maar vooral veel deelnemers die zich hadden ingeschreven om een leuke dag te hebben. Want echt serieus kan je poldervoetbal niet nemen. De spelregels zijn totaal anders en worden mede bepaald door het landschap, vol met slootjes. En het voetballen is loodzwaar in deze zompige grond. Eigenlijk kun je geen bal spelen, dus alles vliegt alle kanten op eigenlijk. Welk team zijn jullie? Wij komen uit Otterland natuurlijk. De Otterlanders. De locals. De locals. Team Otterland. Ja. Hartstikke leuk dat het hier gebeurt natuurlijk. Ja, nou ja, we hebben lekker weer erbij, dus dat is hartstikke leuk. Kan je een beetje voetballen? Geen hout. Het poldervoetbal is bedacht door de Spaanse kunstenares Maider Lopez. Met een enorm team van fotografen legt ze het landschap en het kleurrijke spektakel vast. En dat levert bijzondere resultaten op. Lopez heeft al meerdere projecten op haar naam staan, waarbij ze altijd vreemde situaties in de buitenruimte creëert. Deze keer kwam ze speciaal naar Nederland om iets te doen met de combinatie van het Oerhollandse polderlandschap en de liefde van de Nederlanders voor het voetbal. Het is wel interessant hoe de Dutch creates this landscape where the water interferes with the land. So the idea was to create this impossible image of a football field crossed by the water. Do you like this landscape? Yes, I do. Do you like football? Not so much. En waarom zou ze? Lopez wil gewoon mooie foto's maken. Toch vindt ze het ook interessant om te zien hoe er een nieuw soort voetbal ontstaat. En dat vinden de spelers ook. Sommigen gaan er zelfs helemaal in op. Hoe ging het? Ja, fantastisch. We hebben gewonnen 2-0. Dus dat erg goed. Heeft het nog iets met het serieuze voetbal te maken? Ja, het heeft wel raakvlakken. Ik denk alleen dat dit echt gewoon veel meer... Echt gewoon lekker Hollands is met de sloten en de setting en de molens op de achtergrond. Dus echt een goede plek. Een spelletje om vaker te doen? Ja, absoluut. De foto's van Lopez worden in de toekomst tentoongesteld. Waar is nog niet bekend.